Hartstikke leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik heb in deze video even twee kabels ter vergelijking. De eerste kabel is gewoon de officiële kabel van de OnePlus 3. Ik film dit nu op het moment met de OnePlus 3, dus ja, die kan ik niet even tentoonstellen voor de kabels. Maar ja, ik kan natuurlijk wel vertellen hoe de kabels werken. De discharge kabel natuurlijk met de discharge adapter is gewoon snel laden. Dus dan ga ik weer even 60%, 63% door een half uurtje naar binnen pompen. Dit is de originele kabel, om het maar even op zo'n manier te zeggen. Die is ook te vinden op OnePlusShop.nl, maar je kunt ook op eBay vinden voor al gauw 8 euro minder of zo. En ik ga je even vertellen hoe de kabels tegen elkaar steren. Er zit verschil tussen de kabels. En dat heeft ook te maken met de kwaliteiten natuurlijk. Ik moet zeggen, deze kabel voelt iets steviger aan dan de discharge, vooral met buigen en zo. Maar ik vind bij deze dan dat de USB-C-poort heel erg lastig zit. Maar ja, dat is niet anders. Maar hij zit wel vast genoeg, je hoeft niet echt zorgen te maken dat hij heel snel los gaat. Maar hij heeft wel een beetje speling. Deze kabel is USB 3.0. Dat betekent dus eigenlijk dat je, als je USB 3.0 aansluiting heeft, dat heeft OnePlus 3 niet. Dus eigenlijk bij de OnePlus 3 heb je helemaal niks aan. Maar voor degene die een Nexus 6 hebben of een Nexus 5X, is deze kabel zich prima te gebruiken. Of een LG G5, die heeft ook USB 3.0 als ik het goed heb. Dan kun je snelle data overbrengen. Dus ja, net als een USB 3.0 stick of een SSD die dat ook ondersteunt. Dan kun je gewoon veel sneller video's van jezelf of muziek of zoiets kun je snel overplaatsen. Dat is dan ook een van de voordelen van de kabel. Hij is wat dikker dan de discharger. Ja, dat meen ik. Ik dacht de discharger vond ik al redelijk dik. Nou, op zich vind ik hem meevallen, maar het is echt een dikke kabel. Het is nog net niet zo dik als een internetkabel, maar er zit niet heel veel verschil tussen. Als je dan de discharger erbij pakt, dan kun je zien dat hij toch... Nou, ik zie dat wel, maar jullie zien het waarschijnlijk niet. Maar hij is net iets minder dik. Het is heel minimaal hoor, maar het valt wel een beetje op, ook qua buiging, zodat deze echt heel makkelijk te buigen is en een beetje aan het vouwen is. Deze heeft dus dan geen 3.0, maar hij heeft dan natuurlijk de discharge ondersteuning. Wat hij betekent ook dat je telefoon de mond is 3.0. Maar wat zijn nog meer de voordelen van de discharge? Nou ja, hij is iets dunner dus. Hij is, hoe moet ik het even zeggen? Hij is net een centimeter of 3-4 langer, maar dat is weinig een verschil. Ik zou wel, als je bijvoorbeeld deze zo hebt, je hebt deze dan ook zo, dan kun je het misschien zien. Dan zie je dat er wel een beetje verschil zit, maar bijna niet. De discharger heeft dus snel laden, dus dan kan hij tot 4 ampère kan hij snel laden. Dat doet hij dan tot 60% en dan naar die 60% gaat hij de helft, dus 2 ampère en dan geeft iets minder natuurlijk, zodat de accu niet kapot gaat. Bij deze kabel ben ik nog even te spreken over de laadsnelheid. Ik had toch verwacht dat het nou minimaal 2 ampère zou wezen, ook omdat het niet een 0 kabel is en ook dat ik dit doe. Maar de maximale snelheid die ik eruit heb gekregen is 1,4 ampère. Dat is nou ook niet heel slecht, maar heel goed is het ook niet. Want vooral als je gaat kijken, als je telefoon niet snel oplaadt, maar ook de OnePlus 3 bijvoorbeeld, dan ben je al gauw denk ik 6 uur bezig met opladen met deze kabel. En dat is niet bepaald een pretje. En vooral als het dan ongeveer 80% vol is, dan doet het ook nog maar met 1 ampère, dus dat gaat nooit langs aan. Deze heeft wel één voordeel. Tegenover de discharger, ik heb hier dan een powerbank, die heb ik bij de Lidl gekocht. En ik denk, ik ga even uittesten van hoe snel laden de beide kabels dan met de powerbank op. Kijk, deze heeft ook een andere aansluit natuurlijk. Micro USB, ik ben natuurlijk een PC, dus daar heb je niks aan. En hij heeft ook gewoon een kabel waar je dan het toestel of de powerbank mee kunt opladen. Het vreemde bij deze powerbank vind ik toch, dat ik het maar even zeggen. Hij heeft hier dan een oplaadding. En hij heeft hier dan een, of dat je telefoon kunt opladen. Hier kun je dat zelf opladen. En aan deze kant heeft ook nog twee aansluitingen om op te laden. En heeft ook nog een aansluiting ook nog op te laden. Dus hij heeft in totaal 2 aansluitingen om zichzelf op te laden en hij heeft nog 3 aansluitingen om iets anders op te laden. De vreemde constructie is wel een beetje, maar ja, misschien is het ook bedoeld voor als je bijvoorbeeld een sterke oplader hebt om dit ding op te laden, dat je het hier dan maar in doet. Al kun je daar ook maar maximaal 1 ampère in drukken, maar ja. Je hebt 2 verschillende aansluitingen, 1 ampère en 2,1. Nou, na de 2,1 is, hij laat het wat sneller op, maar je kunt ook veel meer in die accu
accu vullen als je ook, ook niks mee doet. Maar het is me opgevallen dat hij bij de powerbank is de Oysla kabel een stuk sneller. Niet veel, ook weer niet zoveel sneller, maar dan merk ik toch dat het ja, dat die kabel toch net iets ja, meer, toch dan toch iets meer kan dan de dash charger. Waarom weet ik niet, maar er zit nou ook weer niet heel veel verschil tussen, maar dat is toch net wat sneller. Ik zou zeggen, de kabel die voor mij toch het beste is, is toch wel natuurlijk de dash charge kabel. Want ja, de Oysla kabel is gewoon bijna niet praktisch met opladen. Of je moet zeggen dat je je telefoon natuurlijk niet heel intensief gebruikt en dat je dan gewoon s'avonds aan de lader legt, dat je dan een langzame kabel gebruikt. Dus dat eigenlijk gewoon langzaam oplaat en dan klaar. Maar ik zou hem niet aanbevelen. En deze kabel zit ook gewoon ja, wel iets leuker uitzien. Deze gaat echt eigenlijk best wel saai omdat hij weer rood is en dan hier een stukje blauw van USB 3.0. En nou, ik heb dan ook wel een Pulse-shop gekeken en die hebben er nog een kabel, ook een USB 3.0 kabel. En die heeft dan iets sneller laden. Ik heb even gekeken, dat is dan 3 ampère. Dat is heel aardig in de buurt van de dash charger. Maar dan moet je wel gaan rekening mee houden dat er ook wel weer een marge vanaf gaat. Want de dash charger gaat ook niet 4 ampère. Ik heb eigenlijk gemeten maximaal 3.4. Dus ik denk dat dan die 3 ampère ding dat dat 2.5, 2.6 zal wezen. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je batterij natuurlijk is met opladen. Ik zou zeggen, als je de OnePlus 3 wil bestellen of je hebt hem besteld en je denkt van goh, wat voor kabel moet ik dan kopen. Of je koopt de kabel die ik heb even verteld van OnePlus op, dat is een Nilkin kabel. Die kan, ik laat de website hier wel een link onder en dan kun je hem wel vinden op een gegeven moment bij de accessoires, bij de kabels. Die kan op zich redelijk snel laden. Maar als je denkt van ja, ik wil toch een kabel hebben die snel oplaadt, gewoon zo snel als de normale kabel zou ik zeggen, ga gewoon weer naar OnePlus shop. Naar de shop van OnePlus. Koop gewoon de dash charge bundel, dat kost dan 30 euro of 33 euro en dan heb je gewoon nou, weer zo'n adapter en dan zo'n kabel en dan kun je voor het werk gebruiken of je gaat bijvoorbeeld zo'n of je gaat een auto lader kopen, die hebben ze ook nog, de car dash charger en bij die krijg je ook gewoon een oplaadkabel, dus daar heb je eigenlijk alweer eentje extra en dan kun je ook zeggen ik ga een auto snel laden. Dus ik zou zeggen, koop nog een van deze of koop die van OnePlus Shop die net iets sneller als zoiets, al is die natuurlijk wel bijna 10 euro duurder dan de kabel van OnePlus. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik heb nog even een kleine mededeling. Er was iemand die heeft een beetje mee zitten naaien op YouTube. Die had in totaal 8 video's van mij of zo gekopieerd en geüpload. Iemand heeft dat mij gemeld. Een van de nieuwe kijkers, niet de Nederlandse, die heeft ook heel erg gezegd, ik begrijp niks van deze video, maar ik wil je toch maar even aangeven dat een andere, op een beleefde manier, klootzak jouw video's heeft geüpload. Nou, hij had mij een link gestuurd van een van de video's, nou ja, en daar zat ik ook gewoon in, dat was gewoon een review video van mij. Kijk, ik heb ook niet zoveel moeite mee dat ik bijvoorbeeld een slow motion test, dat die bijvoorbeeld voor mij ook nog erop staan. Met de CWS heb ik op zich nog niet zo heel veel moeite mee. Maar ik stond er persoonlijk ook op. En ik denk dat jullie kijken dat ook een beetje niet zouden willen als jullie bijvoorbeeld allemaal YouTube video's hebben. Dus ja, ik heb gelijk nog zoveel mogelijk die video's aangegeven bij YouTube. 2 video's zijn inmiddels al weggehaald. Dus dat vind ik aardig grap. Andere weken heb ik natuurlijk dat die gewoon weggehaald worden. Ja, het kan best weten dat het wat langer duurt, omdat ik toch niet alles in één keer heb aangemeld. Ik kwam eigenlijk 2 video's kwam er pas in het begin aan, of 2 video's had ik gevonden. En toen kwam er achter dat hij nog 6 video's had van mij. Dus ja, dan had ik het allemaal apart had ik het aangegeven, dus ik hoop wel dat het nog opgelost wordt. Maar inmiddels zijn 2 video's al weggehaald en ik kan YouTube dat toch wel echt wel bedanken. Maar ja, dat is gewoon een beetje het verhaal van wat er nu op mijn account een beetje aan de gang is. Ik hoop alsnog dat jullie deze video leuk vonden. En bedankt voor het kijken en tot een andere keer.